En zij stevenen af op de finish, want we zijn al 56,5 minuut onderweg. Ja, het moet in een minuut of vier moet het gebeurd zijn. En als dat zo is, dan zouden ze, als het zover is, op dit moment in ieder geval nog onder de parcoursrecord duiken. Maar ja, dat zullen we moeten afwachten. In ieder geval is zeker dat in de laatste ronde toch wel behoorlijk versneld is. De vraag is alleen of 40 seconden goed gemaakt kunnen worden in zo'n laatste ronde. Wilson Kipsang, inmiddels 33 jaar. Ja, 33 jaar, maar nog altijd vol ambitie. Wilson is altijd heel duidelijk. Als hij zijn marathon er heeft op zitten en hij weet wat zijn volgende marathon is, dan is het altijd zijn doelstelling weer om zijn laatste marathon te verbeteren. Dat houdt hem zelf scherp. Kipsang, absolute topper. 2 jaar geleden, dus het is al eerder gezegd, de marathon van Berlijn. Toen liep hij dat in 2 uur, 3 minuten en 23 seconden, voor alle duidelijkheid, de hele marathon. En dat was toen een wereldrecord. Dat heeft hij in een jaar gehad. En dat werd toen door Dennis Kimetto van hem afgenomen. Kimetto die hier ook aan de start zou staan, waar het niet dat hij getroffen is door malaria en hier dus niet kan zijn. Het geeft natuurlijk ook de ambitie van de organisatie van de Zwolse halve marathon aan dat zij met minder geen genoegen nemen. Nee, in ieder geval niet. Maar je had het net over het wereldrecord wat Kipsang aan zijn landgenoot Kimetto is verloren. Maar als je met hem praat, dan ligt er toch altijd nog wel weer de ambitie om toch nog weer een keer een poging te doen om dat record terug te nemen. Dat zal niet meevallen, want dat staat echt heel scherp. En ja, beide keren toen Kimetto en Kipsang dat record in Berlijn liepen, de omstandigheden waren bijna ideaal, de hazen deden het voortreffelijk. Dat zijn ja, voorwaarden om in ieder geval een poging te kunnen doen. Niet voor niets dat dat dan dus ook 2 keer in Berlijn gebeurt? Nee, dat is geen toeval. Berlijn heeft bijna altijd hele gunstige omstandigheden. Graadje op 14, 15, niet al te veel wind. Start is morgens om 9 uur. Ja, dat zijn in ieder geval voorwaarden. De parcours is heel snel. Ik denk het snelste parcours ter wereld. En ja, daar moet het dan gebeuren. Er zit op 59 minuten, ja. Nog een dikke minuut en dan... Ja, nu 1,5 minuut om precies te zijn. Dan zit je op 1 uur en 49 seconden. Ja, dat gaat nog een hele tour worden. Denk ik ook. Kipsang die probeert nu toch echt wat en het lijkt erop dat hij los gaat komen. En nu is dan nog de vraag van ja, hoe hard gaat het nou, wat is er nog mogelijk om onder die 1 uur en 49 seconden te blijven. We weten het binnen de minuut. We zijn in ieder geval in het zicht van de haven. Ja, Wilson Kipsang en Richard Mengic, de 2 Kenianen. Mengic geeft het nog niet op. Het blijft een heel, heel klein gaatje. Dus mogelijk dat Kipsang er nog een keer een versnelling uitgooit. Of, ja, of dat Mengic nog andere plannen heeft. Het lijkt erop dat ze gezamenlijk richting finish gaan. En dat parcoursrecord gaat niet lukken. Want dat is hier. Het gaat ook niet veel schelen. Mengis versnelt. Heeft hij daar een gaatje op Kipsang? Vorig jaar tweede. Richard Mengis kijkt achterom. Wilson Kipsang probeert te versnellen, maar het gaat hem niet lukken. De winnaar van de Zwolse halve marathon in 1 uur, 1 minuut en 22 seconden
is toch echt Richard Mengic, de Keniaan. Die hier wordt gefeliciteerd door de nummer 2, Wilson Kipsang. En dit is de winnaar. Congratulations. Thank you. How was the race? Was it tough? Yeah, it was tough. So windy. Yeah. Windy, was that the most difficult thing tonight here in Zwolle? Yeah, it's windy. Not that windy. Satisfied about the time? I don't know what the time is. 1-0, almost, not a record. Okay, it's okay for me because of the course. Last year second, now the winner. Yeah, I'm happy because I've tried the best time and I win today. Winner takes it all, congratulations. Thank you. En zo wordt er even een ABBA-klassieker uit de kast gehaald door collega Bert van Lossen. Door wie wordt hij nu gefeliciteerd? Bekende gezichten, Gerard? Ja, dat is mijn oudste, nee, mijn jongste dochter. Die werkt ook voor Laren. En die brengt er nu even de felicitaties over. Blije gezicht in ieder geval. Mooi voor Mengies. En ja, je voorspelde het. Heeft een goed eindschot. En dat liet hij zien. Ja, dat wist ik. En het eindschot van Kipsang is ook zeker niet slecht. Maar... ja, dat zeg ik. Ik heb hem in zoveel wedstrijden, of in verschillende wedstrijden, als het op een eindsprint aankwam, dan was het altijd Mengic die won. Nooit in een wedstrijd met Kipsang of Mutai, maar ja, nu laat hij ook heel duidelijk zien dat hij echt een sterk eindschot heeft. Mutai, Jeffrey Mutai, zal als derde naar het Ereschafot worden gehaald.